zei voor de wedstrijd dat je revenge wilde van vorige week. Is dat gelukt volgens jou? Nou ja, die zijn revenge vorige week voor het spel wat we hebben laten zien. Het kan nog vele malen beter. Het moet ook beter. Alleen een puntje tegen NAC, een goede ploeg, is uiteindelijk niet slecht. Je wilde deze wedstrijd ook een keer winnen. Dit soort wedstrijden heb ik vaker over gehad. Alleen het spel was vele malen beter. Alleen ja, nog niet dat je zegt van top, waardoor je NAC in die zin pijn kan doen. Je ziet dat zij misschien net wat comfortabeler zijn aan de bal, net wat makkelijker opbouwen. Nou, wij moeten dat compenseren met een stukje opportunisme en strijdbaarheid. Ja, dat is ook een kwaliteit, alleen ja, dat kan altijd beter. Ja, dat is heel lastig. Het veld werkt ook niet echt mee. Dus dan kom je moeilijk tot voetbal. Hè? En ja, dan moet je te knokken. En is dat goed gedaan volgens jou? Ik denk dat we zeker goed hebben geknokt. Het veld, er moet wel met dit veld. En ja, dan zit dat er, dan moet er gewoon. En ik vind dat we het uiteindelijk goed hebben gedaan. Ja, hele wedstrijd door en af en toe wat kansjes. Alleen die maak je dan niet in de eerste helft. Hun hadden ook wat kansjes in de eerste helft. Maar tweede helft scoren en dan de 1-0. Ja, ongelukkig. En dan knok je wel door. Als je kijkt naar de wedstrijd, denk ik dat het voor ons een maximale was. Wat erin zat, een punt. We begonnen heel goed aan de wedstrijd. In balbezit goed. We kregen de eerste beste grote kans met Jellet van Landschoot, volgens mij, die eigenlijk moet scoren. Daarna nog een mogelijkheid volgens mij met Okita die schuin richting goal gaat, die misschien breed moet geven. Maar goed, we hebben ook een fase gehad in de eerste helft waarin NAC dominant was en een paar ballen vanaf de flanken voorlangs gingen of die ze naschieten. Dus uiteindelijk mogen we blij zijn dat we denk, de rust halen uiteindelijk met een 0-0. Maar goed, de eerste helft zijn er over en weer wat kansen geweest. De tweede helft wat minder. En komen we een beetje ongelukkig achter door een schot die volgens mij Matthijs ik denk wel moet pakken. Ja, dat blijft ongelukkig. Dan kan je over tactiek praten of kan je trainen tot je een ons weegt. Maar uiteindelijk blijft het ook mensenwerk. En komen we wel terug op basis van een stukje opportunisme. Wat bij deze ploeg natuurlijk wel prima voor elkaar is. Ze blijven erin geloven. En Scott Sian nog een mooie gelijkmaker. En dan, ik vind dat we dan wat slimmer moeten zijn. En dan moet je eigenlijk ook een beetje de wedstrijd aanvoelen. En voelen ook dat het misschien wel, dat een punt misschien wel het maximale is in deze wedstrijd. Ja, dan zijn we nog een beetje te opportunistisch. En zijn we op zoek naar ruimtes of momenten die er niet zijn. Dan moet je wat langer de bal houden, vind ik. Wat gebeurde er nou in de eerste helft? Hè? Vanuit onze positie leek het alsof hij hem voor de open goal in kon schieten. Ja, die van NAC bedoel je. Ja, het was wel heel schuin. En hij deed met zijn verkeerde been, dus dat scheelde. Gelukkig ging hij naast. Ja, en vlak daarvoor Van Landschoot had hem ook kunnen maken. Dan kom je op 1-0. Ja, volgens mij schoot Jellet hem ook langs open goal. Dus, ik snap eigenlijk niet waarom hij in de rechterhoek schoot. Voor mij was links helemaal open. Dus ja, zonde. Ja, en dan breng je Romani in. Die ging dan weer meer op 9 spelen. Haal je Prober eruit. Kun je dat toelichten? Ja, we staan achter. Dus je wil aanvallend wisselen. Ze dus brachten twee aanvallers. En je weet met Zian op 10, die is altijd in de 16. Die kan op 10 spelen, heeft wat meer power dan Dirk. Dirk is vaak een jongen die wat meer tussen de linie speelt en wegdraait. Dan Zian is een jongen die ook voor de goal komt. Nou, dat zie je wel bij de doelpunt. Dus dat was een beetje de keuze. Je staat achter, dus je moet iets forceren. Dus vandaar twee aanvallers. Ik zag de tweede helft een paar keer een beetje ruimte aan de rechterkant. Hoe lastig is het voor jou dat Moussaba nu geblesseerd is? Nu heb je weer Okita voor je. Is dat een verschil voor jou? Ja, Anthony speelt liever aan de zijkant. Okita speelt graag aan de binnenkant. Dat is wel een verschil, ja. De ruimte komt er juist als Okita aan de binnenkant staat. En dat is bij Anthony wat minder. Dus dan moet ik een ander moment kiezen om op te komen. En Anthony, ja, die heeft een hele goede individuele actie. Dus die kan ik soms ook gewoon laten. Doe maar je ding en kijk maar waar je uitkomt. Want dat, vaak gaat het wel goed. En dan is het heel dreigend. Maar het is even anders. Maar ik speel graag aanvallen. Dus dat komt goed uit. Nou, dat was meer omdat zij gingen wisselen met een frisse linksbuiten. En Badje kwam heel vaak in een 1-1 situatie. En Jonathan had niet meer de power om hem daarin te helpen en te ondersteunen. Nou goed, uiteindelijk probeerden we met Terry daar wat meer ondersteuning te krijgen bij Bart. Zodat hij niet steeds in een 1-1 kwam. Nou, uiteindelijk denk ik dat daar niet zozeer het probleem zat. Het probleem zat vaak dat we te snel de bal weer kwijt waren. En niet het moment van de wedstrijd herkenden van nu moeten we even de bal houden. Om het punt te koesteren. En waren we te opportunistisch op zoek misschien naar een 2-1 die overigens niet verdiend zou zijn geweest. Al met al tevreden met een punt? Ik denk nadat je 1-0 achterkomt zeker. Alleen in de rust had ik wel het gevoel van we kunnen deze gewoon over de streep trekken. Tot slot, Akkefietje, vlak voor rust. Ik zag jullie alle drie de dugout uitkomen. Zag je wat er gebeurde?
Nee, ik niet. Alleen Rogier zei tegen mij, loop jij even, want ik heb vorige keer al een gele kaart gekregen. Maar er schijnt een opstootje te zijn geweest waarbij er geslagen is. En daar kan ik niks over zeggen, heb ik niet gezien. Dankjewel.